When I was a boy, I had a dream all about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread, just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream. And radio waves kept me calm. Naast ons hand. Lieve Sascha, we leerden elkaar kennen rond 1978. Het Erasmus College in Zoetermeer onder leiding van rector Martien Huizer nam in die tijd een enorme vlucht. Ik werkte er als aardrijkskundedocent en er was dringend behoefte aan een nieuwe, ervaren collega. Voor de vacature meldden zich twee kandidaten. De een was dansleraar met een opgelapte schuur als dansstudio in Stompwijk. Hij bleek nogal een ijdeltuig. De ander was een gebrilde man, correct gekleed en afkomstig van Op het Zand in Den Haag. Het benoorde hout waar hij les gaf als geograaf. Een chique buurt met welgestelde kritische ouders. Daar in die school lag de lat behoorlijk hoog en de normen waren zoals in de keurige jaren 50. Na rijp beraad en een borrel waren Martien en ik het eens. Hij mocht komen en werd aangesteld. Als hij zou schikken in de vrijere sfeer van de jaren 70. Sascha, jouw overlijden was voor mij heel plotseling. Ik heb je vlak voor je vakantie naar Lanzarote, een van de Canarische eilanden, met Connie nog op bezoek gehad. Tijdens de koffie met Sjaki, ik dus, hebben we veel gepraat. Er ligt hier op mijn tafel zelfs een kaart uit Lanzarote, met jouw prachtige handschrift, met krachtige letters en een lieve groet. Je schreef dat jullie onze kwakkelwinter wilden ontvluchten en dat je genoot van de temperatuur van 23 graden en de strak blauwe lucht. Als collega was jij een tegenpool, waar je de vrije hand liet, soms iets te veel, was jij een man van structuur, orde en gezag. Als leerlingen in de brugklas het lokaal binnenkwamen, stond jij bij de deur en verplichtte daar het uitspugen van kauwgom. Desnoods met de mond van de leerling open boven de prullenbak en een vlakke hand van jou op het achterhoofd. Tijdens het verdere verloop van de rest van de schoolcarrière haalde geen leerling het in zijn hoofd om kauwgom te kauwen bij Sascha in het klaslokaal. Sascha had als jong kind een hele zware tijd gehad. Hij overleefde de Oyapa-kampen in de Tweede Wereldoorlog en de Perisiop. Daarna, spreek je dat goed uit? Perisiop. Hij was een 7-jarig jongetje dat in een ijskoude winter op Schiphol aankwam en de tropen achterliet. Het zou wel 50 jaar duren eer je er uit vrije wil terugkeerde. Pas in de jaren 90 ging je met mij en mijn vrouw Rudy terug naar Indonesië. Dat werd een indrukwekkende en bijzondere reis. Je was de geuren en kleuren van ons Indië nooit vergeten. Zoals je overigens nooit wat vergat, Sascha. Je had een ijzeren geheugen. Achternamen, straatnamen, jaartallen, gebeurtenissen wist jij na jaren nog. Van Indonesië wist je alle gewassen die er groeiden. Je kende alle namen van de eilanden in de archipel. Bijzonder voor een echte Orang Putih, een wit mens uit Holland. Als ik het goed uit. In Indonesië in de jaren 90 kwamen herinneringen boven, zoals in de dierentuin van Surabaya. De ruige krokodil, die daar zonder veel toezicht woonde, leek voor jou dezelfde als het 6 meter lange monster dat je als klein jongetje in dezelfde dierentuin had gezien. En dat jou in de gaten kreeg, als hoofdschoten van zijn dagmenu. Terwijl hij de aanval inzette, begon jij voor je leven te rennen. Nooit, nooit, nooit rolde je zo hard als toen, tot je veilig achter een muurtje kon wegduiken. Jij vertelde ons dit levensechte verhaal bij het krokodillenverblijf in de dierentuin. Bij elk woord deinsden wij verder terug voor de toenmalige bewoner.
Misschien was het nog steeds dezelfde krokodil. Misschien ging het om een verder nakomeling. We besloten in ieder geval ons lot niet te tarten. Sascha, dankzij jouw enorme ervaring en kennis hebben wij intens kunnen genieten van de reis. Ik denk aan Sulawesi, Celebes, waar we verwelkomd werden met kreten: kom bij ons, wij waren de 12e propintie van jullie. Spreek ik dat goed uit? 12e propintie? Dat hoop ik dan maar. Ik denk aan jullie bewering dat er midden in het oerwoud van Makassar een telefoon hing. Wat allereerst geen verzinsel bleek en ten tweede ook nog werkte. Toen ik hem opnam, bleek de andere kant mijn naam te kennen. Meneer de Swart, hoe komt dat? Hoe dat kon? Volgens Sascha waren dat nou geheimen van het oerwoud. Sascha, daar in het koele water in het tropische woud, in ons gezelschap, leerde je Connie kennen. De vrouw die jou in alle aspecten van het leven kon helpen en je te zijde stond om zware moeilijke brokken te overwinnen. Zij is het die jou tot het laatste moment van jouw leven met alle liefde die zij in zich heeft, terzijde heeft gestaan. Lieve Sascha, ik ga een enorme vriend missen en Connie, ik wens jou heel veel sterkte. Over het ijzeren geheugen gesproken, hè? Dat was toch 92. Dank je wel. Ja. Mag je aankondigen, Tanja? Tanja. Dat is een schooljuf weer. Ja. Even luisteren. Jan Bolf. Oké. Nou, super oud. Oude vriend. Toch? Oh, jij houdt de vriendschap hier zo. Allebei. Oude gammes. Ik wil graag bij het raam staan, want. Oh, en dit. Dan heb ik nog een beetje licht. Ik zal het veel korter maken, maar niet minder dan algemeen. Op 1 augustus 1966 kwam ik in dienst van de gemeente Den Haag als leraar Nederlands op de gemeentelijke HBS Beeklaan. Daar, in het oude schoolgebouw aan de Beeklaan, dat niet meer bestaat, kwam ik Sascha Brennen tegen, leraar aardrijkskunde. Het begin van een lange route. Wij zaten in dezelfde levensfase, we trouwden bijna gelijktijdig, kregen in dezelfde periode kinderen. Ik bleef maar kort aan de Beeklaan, maar we bleven elkaar opzoeken in Den Haag, aan de Escamblaan, aan de Badhuisweg, later in Zoetermeer, op verschillende locaties, in Deventer, Leiden, Maarhezen. Sascha bracht zijn lange zomervakanties door op Le Colombier in Fréjus aan de Middellandse Zee. In 1976 vroeg ik hem of hij er bezwaar tegen had dat wij die zomer ook daar naartoe kwamen. Dat had hij niet. Toen wij daar aankwamen, begrepen we wel waarom. Een groot openluchthotel met duizenden gasten waar je elkaar niet tegenkwam als je dat niet van plan was. We brachten eind jaren 70, begin jaren 80, 5 zomervakanties in Fréjus door. En de Brettens waren daar ook. We hebben hilarische avonden beleefd. Gegeten, gedronken, gelachen tot in de late uurtjes. Toen wij 25 waren, waren we al van plan om in de zon te gaan wonen als we gepensioneerd waren. Dat plan was in 1999 realiseerbaar en we kozen Fréjus als een nieuwe woonplaats. Dus niet alleen die mooie vakanties, maar ook onze woonplaats in de zon hebben we aan Sascha te danken. In de jaren 10 van deze eeuw hebben we elkaar een tijdje niet gezien. We hadden de afspraak gemaakt dat ik zou bellen als ik in Nederland was. En dat hij zou bellen als hij in Frankrijk was. Toen kwam COVID. Daarna hadden we een afspraak, maar die kon niet doorgaan omdat Sascha COVID had. We spraken elkaar uiteindelijk 5 januari jongstleden in Breda. Geen spat van, levenslichtig, bekende grijns. Wie kon denken dat het 14 dagen later voorbij zou zijn?
Bedankt, Sascha. Voor een mooie vriendschap. Die ruim 56 jaar heeft geduurd. Even overgekomen uit Hans Rood, samen met Marie-Ger. Hij wilde ook graag kort iets zeggen. Ja, ik kan niet zo mooi praten als de twee mensen die mij vooraf gingen. Maar het komt er nog goed uit, moet je maar denken. Lieve Sascha, wij kennen elkaar nu al meer dan 50 jaar. Ik denk dat maar weinig van de aanwezigen ons dat na kunnen zeggen. Je bent nog in 1968 op kraamvisite geweest. Dankjewel. Op kraamvisite geweest bij de geboorte van mijn oudste dochter Linda. Dat was in april 68. In de loop der jaren is onze vriendschap steeds sterker geworden. Ik beschouw je nu als mijn beste vriend. En ik verbeeld me dat dat ongeveer wereldwijd was. Ik heb ook hele goede herinneringen aan jullie. Vaak is het niet geweest, gewoon 13 keer of zo. Ja, 10 jaar, we doen wedstrijdje met Diana. Van jullie bezoekjes aan. Ik huur dan 5 maanden per jaar een huis in Playa Blanca. En dan kwamen Connie en Sascha ook. En. Ik had nooit meer vergeten. S'ochtends buiten zitten in de zon, genietend van je vlammetjes. Maar eerst maakte je altijd een 2 mandarijntjes schoon. Echt keurig met al die witte draadjes eraf. 2 mandarijntjes voor Connie. Je was echt een zorgzame, lieve man. Met veel aandacht voor de anderen en ook met een ongelooflijk gevoel voor humor. Misschien mag ik 1 incident eruit halen. Ik weet de naam van de leeuw niet meer. Ik weet nog wel dat het een onaangenaam meisje was. En die hele context die ben ik ook kwijt wat er aan de hand was, maar die leerling die liep in ieder geval krijsend van woede als een viswijf, liep ze het lokaal uit. Kip Regens. Oh ja, Kip Regens. Voor mijn tijd, we kennen het vrouw. Oh ja. En jij liep haar nog achterna, vergeet de kranten niet om die vis in te pakken. Sascha, ik zal je nooit meer vergeten. En dat zal erg lang duren voordat er een dag komt dat ik niet aan je gedacht heb. Ja. 1987, toen was ik 24 in augustus, ik zou in oktober 25 worden en ik kwam op het Erasmus College werken. En die eerste baan, net van de lerarenopleiding, dus je zit een beetje rond te kijken. En op een gegeven moment had je zo een beetje door hoe de hazen liepen. En aan de linkerkant van de bar in de docentenkamer van Erasmus zaten altijd een groepje docenten. Goed aangekleed altijd.
keurige mannen. Sasje Bratje. Sasje Bratje en Pieter Wavenius onder andere. En op een gegeven moment raak je daar zo mee aan het praten. Dus dat was op zich wel gezellig. Op een gegeven moment hoorde ik dat Sasje in het ziekenhuis lag. Hij had iets aan zijn been. En ik zei tegen mijn vrouw, nee, mijn vriendin toen, van joh, vind je het erg om vanavond even naar het ziekenhuis te gaan? Want er ligt een collega in het ziekenhuis. En, dat wil ik gewoon eventjes naartoe, even mijn gezicht laten zien. Dus dus wij daar naartoe. En wij komen naar binnen en we raken zo aan de praat. En op een gegeven moment zegt Sasha tegen mijn vriendin, ik ken jou. En wat bleek nou? Op de Escamplaan woonde een Indische familie, althans een Indische man met een Nederlandse vrouw en twee Indisch uitziende kinderen, naast Sasha. En die waren aan het badminton regelmatig. En dat bleek dus Willeke te zijn. Dus je zal begrijpen, ik kon niet meer stuk vanaf dat moment. 1997 ben ik er als vanzelf gegaan en vervolgens hebben wij contact gehouden. Ik heb in die periode nog wel, dat is nog wel even belangrijk om te zeggen voor het verhaal, met Jack de Zwart ben ik twee keer meegeweest in de herfstvakantie naar Rusland. En ik weet eerlijk gezegd niet eens meer of Sasha daar een keer bij was. Ik weet wel voor 500% zeker dat Connie daar een keer bij was, want wij hebben daar een hele gezellige tijd gehad. Achterin de rode pijl. Maar vervolgens kregen Connie en Sasha een relatie en wij zagen elkaar zo af en toe. En op een gegeven moment werd dat steeds hechter en hechter en hechter. Vervolgens kwamen ze ook op onze verjaardagen en toen zag Sasha Willeke de vader, die hij natuurlijk nog wel herkende van vroeger, maar eigenlijk tot op dat moment nog geen contact mee had. Maar ze hadden wel een gezamenlijk verleden, want mijn schoonvader is in 1955 uit Indonesië gekomen. En ze stonden zeg maar aan dezelfde kant, zo'n beetje zeg maar. En er was er ook nog een buurman bij ons, die had ook een Indisch verleden en die klitten elk jaar weer met z'n drieën bij elkaar en waren alleen maar aan het, aan het praten over Indonesië. Omdat, ik weet van verschillende kanten dat dat enorm werd gewaardeerd door alle partijen, dus dat was heel erg leuk. Dus, ze waren ongeveer even oud, mijn schoonvader was ik denk een jaartje ouder, hij is vorig jaar overleden. Het was ook een hard gelach voor Sasha eigenlijk zo toen hij dat wij hebben met z'n vieren hebben we de afgelopen jaren echt heel veel leuke dingen meegemaakt. Heerlijk hier op het terras zitten eten en drinken en op het moment dat je hier bij Sasha binnenkwam dan kwam je natuurlijk niet weg zonder een glas wijn. Een echte gentleman wat dat betreft. En wat ik nooit zal vergeten en altijd zal blijven herinneren, is het fanatisme van hem met betrekking tot sport. En dan met name met betrekking tot zijn grote fout, die club uit Amsterdam. Ja. waar ik de naam niet van weet. Nee, maar, en vervolgens het zeer kritisch zijn van op de enige club in Nederland. Dat was altijd wel erg gezellig, moet ik zeggen. De laatste jaren zijn we regelmatig geweest lunchen met elkaar. Was heel erg gezellig. Er staat er nog eentje gepland. En het leuke daarvan was dat we eindelijk zover voor elkaar kregen dat de jeugd meeging. Ja. Mijn zoon met zijn vriendin, dat was eigenlijk ook altijd het gesprek van onderwerp. Niet alleen mijn zoon, maar ook zijn eigen kinderen waren eigenlijk altijd het gesprek van onderwerp. En ook zijn kleinkinderen, waar hij volgens mij zielsveel van hield. Maar ook kritisch op kon zijn. En
de leukste anekdote die ik eigenlijk nog wil vertellen is dat hij werkte, ik denk bij Diederik, maar dat weet ik niet zeker of het bij jou was. Maar het was in ieder geval de tijd van voetbalplaatjes. En vervolgens zaten daar, geloof ik, 5, 6 mannen op. Wat was bij die andere? Ja, dat is Richard. Oh, Richard. Ja. Bij Richard. Er zaten 5, 6 mannen van, die gepensioneerd waren. Die zaten voetbalplaatjes te delen met elkaar, uit te wisselen. En dat was Sascha. Altijd denken aan andere mensen. Dus we gaan hem missen. We gaan hem missen. Dat is zeker. Ze weet nog heel goed dat de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. En Jim en ik vlogen elkaar om. En Sascha zegt tegen mij: hoe kun je die nou in hemelsnaam? Ik probeer te zeggen dat Sascha voor mij betekende. Ik liet hem Sascha kennen in 1965. Ik ben toen door mijn voormalige echtgenoot aan hem voorgesteld in Steffensonstraat, waar hij samenwoonde met een vriend, Anton de Wist. En deze drie vrienden, die en naar Hellas gingen, alle drie voor het handbal, en altijd gingen bridgen bij Jan Wissing, ook met z'n allen, die altijd bij dezelfde mensen bij elkaar kwamen. En ik mocht daar mee en ik werd aanvaard als een van de club. Dat ging jaren goed en wij trouwden in 66 en wat ik niet wist, dat Valentijn en Sascha hadden een afspraak gemaakt dat Sascha getuige zou zijn bij ons huwelijk. En dat is misgegaan, ik kende die afspraak niet, maar Anton is getuige geweest bij ons huwelijk. En ik heb van Sascha jaren moeten horen, want hij had me beloofd dat ik getuige mocht zijn. En Valentijn mocht getuige zijn bij zijn huwelijk. Maar hij heeft een revanche genomen, want hij heeft ook Anton gevraagd als getuige. Zo van, oké, jij hebt mij laten zitten, ik laat jou zitten. We zagen elkaar regelmatig, ook onregelmatig. En een van de eerste dingen is dan dat we, als die gaat verhuizen naar Zoetermeer, dat we samen de tuin 3 spaden diep omspitten, aardappels poten, daarna de aardappels rooien, het loof weer onderspitten, want dan krijg je een vruchtbare aarde om de tuin in aan te leggen. We zijn ook 1 keer naar de Colombier geweest. Wij waren altijd naturistisch aan het kamperen, Sascha niet, dus wij zijn een paar dagen op de Colombier geweest. Maar toen hebben we wel het plan opgevat, we gaan met z'n allen naar een naaktstrand, wat heel erg bekend is in Frankrijk. Dat werd niet zo'n succes. Wij hebben natuurlijk onze kleding uitgedaan. Sascha had daar ook geen moeite mee. Marjan had daar veel meer moeite mee en die heeft letterlijk op de blaren moeten zitten van het eind van de dag, want die dacht, ik blijf gewoon op mijn buik liggen, want ik ga hier niet lopen. Maar ja, je moet wel iets uittrekken als je naar een toeristenstrand gaat. Als we dan verder in de buurt waren van elkaar, dan kwam Sascha ons nog altijd wel weer opzoeken op een camping waar wij stonden, maar altijd alleen. De keer dat we naar de Colombier gingen, heeft hij ons op een gegeven moment een eind weggebracht. En wij namen altijd de D-wegen, of als het kon, een heel klein stukje snelweg, maar niet al te veel. En dat is hij van, we staan op een gegeven moment bij de Corsus du Tarn en zegt hij, Jezus, wat is het hier mooi. Wat is het hier schitterend. Ik kom hier nooit. Ik zeg, nou, wij rijden meestal de route Napoleon, want dat is een hele mooie route. Ja joh, wij rijden gewoon die snelweg af en meteen zo snel mogelijk naar het zuiden en zo snel mogelijk weer naar huis. Op een gegeven moment verliezen we elkaar een klein beetje uit het oog, maar omdat beide mannen op dezelfde school les geven. En dat wordt minder dat contact als Valentijn zijn eigen schooltje geeft. Ik ben altijd toch wel af en toe bij Sascha langs geweest. En als wij gescheiden zijn en Sascha daarna ook gescheiden zijn, is, dan is dat contact nog minder. Maar als ik een vriend nodig heb, dan is Sascha ervoor. En dat maakte hij vorige maand heel erg duidelijk. Ik had midden in de nacht was ik gevallen en ik had een auto nodig naar het ziekenhuis. De reden met de gladheid, geen auto's meer. En ik dacht van,
Ja, Sascha. Maar Jezus, 84, dat kan je toch niet uit zijn bed bellen midden in de nacht. Het was inmiddels 1:15. Ja. Als hij dat naderhand hoort van Colleen, dan krijg ik een appje van hem. En dan zegt hij, Tanja, je hebt me wel eens 's nachts om 2:30 uit mijn bed gehaald, weet je wel. Ja, Sascha was er altijd voor me. En ik, voor mij was het buiten mijn echtgenoot mijn beste maatje wat ik gehad heb. Sascha, het gaat je goed. Heel veel herinneringen zijn er vandaag opgehaald. En velen hadden mij ook al gezegd van, dat ze graag iets wilden delen vandaag. Gaat het op? Nee, altijd. Toch dacht ik gisteravond even van even een klapblokje pakken en altijd nog iets noteren. Lieve Ad, voor de familie. Liefste Sas, voor mij. Innig geliefde man. Wat zijn de afgelopen dagen en vooral ook vandaag ongelooflijk mooie, rake, hartverwarmende, ook hele ware dingen over jou gezegd. Ik dank ook iedereen, hier of op afstand, allerhartelijkst. Wij hadden samen ons eigen verhaal. 1992 in Marokko leerden wij elkaar kennen voor het eerst. Het werd echt iets tussen ons. Op Bali. Voor jou een sentimental journey. Een reis die Jack voor ons had georganiseerd. Je nam de hele groep op sleeptouw. Onder andere naar Surabaya. Langs 2 van de 3 huizen waar je had gewoond. En wie had er een zwembroek bij zich? In het zwembad van Trettes. Waar jij beter de weg wist dan de chauffeur. We werden echt reismaatjes. Zeker voor jou ging er een wereld open. Tanja memoreerde er in het al. Met alleen een vliegticket en een rugzak bezochten we vele landen. We konden dat heel goed samen. Vanaf februari 1993 ben ik bij je komen wonen in Zoetermeer. In december 1993 zijn we ook voor het Egisch met elkaar getrouwd. Maar ja, we woonden ook op de Mendelssohnrode, dus met die mars moesten we wat. Bij ons huwelijk waren Jack en Rudy getuigen, die wij altijd verdacht hebben van enige koppelpraktijken. Sascha, wat hebben wij een ongelooflijk mooi leven samen gehad. Met de jaren groeiden we steeds meer naar elkaar toe en waren we echt onafscheidelijk. Sport, het werd al verteld, was je grote passie. Eerst bij Hellas als speler en later tot je 47ste actief als scheids met je vriendje, je fluitmaatje zei hij altijd, Nico van Vliet. Samen konden jullie nog prachtige verhalen opdissen, natuurlijk altijd erg overdreven. Toen ik jou leerde kennen, was het al gauw duidelijk dat een gedeelte van ons weekend werd doorgebracht in het zwembad. Want ja, we konden altijd naar de polowedstrijden van Bobby. Altijd was jij daar super kritisch als jij de wedstrijden volgde. Ook het wegsturen van een keertje omdat jij commentaar had op de scheids en jij de tribune moest verlaten is een hele mooie herinnering. Later kon jij je voetbalhart ophalen bij de verrichtingen van je kleinzoon Koen. De DWO was je geen Sascha, maar de opa van Koen. Ook zij zijn in gedachten bij ons. Na een mooie onderwijscarrière, waarvan ik alleen jaren op het Erasmus, het Endemol College, zoals jij het altijd hebt, heb ik meegemaakt, kon je nog mooie jaren de kennis delen bij de LOI-leerlingen en, zo memoreerde Martin Hiebrink laatst, 45 jaar bij de Staatscommissie. Pensioen. Je viel in een gat. Gelukkig was daar Richard, je eerste couriersbaas, die jou vele kilometers in binnen- en buitenland liet rijden. Je deed niets liever, ondanks de files, ondanks het vaak onbeholpen, en dan zeg ik het netjes, van je medeweggebruikers. Toen je Richard wat minder voor je te doen had, stapte je op je oud-leerling Diederik af met de mededeling, ik kom bij je solliciteren.
Als koerier. Vriendschap is. Nee, met beide mannen werd het een jarenlange, zeer hechte vriendschap. Vriendschap is er ook met Brigitte en Jacques Trimignon in Frankrijk. Lekker Frans kletsen. Als we de grens van België naar Frankrijk overstaken, voelde jij het altijd als thuiskomen. Frankrijk was en bleef je favoriete vakantieland. Vele jaren deden we een rondje Frankrijk. De Franse taal was ook een gemeenschappelijk iets wat je had met je petite amie Marie-Claire. Samen met haar en eerst oud-collega, maar vooral vriend Joop, brachten wij vele malen door op Lanzarote. Lanzarote, ook onze laatste vakantie week waren we binnen. Wat ben ik blij dat zij er waren in de laatste uren. Zonder hen had ik niet geweten hoe het open had gemoeten. Gelukkig waren daar ook Bobby en Diana. Natuurlijk moet ik ook Tineke Mulder niet vergeten. Grote vriendin van Sascha. En wij deelden Sascha ook een beetje samen. De laatste 2 weken was zij een grote steun en toeverlaat voor mij. Vele familieleden en vrienden blijven hier onbenoemd, maar weet dat ook jullie een grote plaats in zijn en mijn hart innemen. Graag heb ik tenslotte met jullie het glas op Sascha, op Ad, voordat hij hier nu na vele, vele gelukkigste jaren het anker ligt en vertrekt vanaf de Jonkwerk. Ad, Sascha, proost op jou. Proost allemaal. Proost. All you need is love. Come together. All you need is love. Everybody.
Customer.